Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 3 augustus en morgen ben ik jarig. Morgen word ik 38. En vandaag is dus mijn laatste dag als 37-jarige. En ik vond het heel erg leuk om 37 te zijn op de een of andere manier. Dit was echt een heel erg leuk jaar. Een jaar waarin ik heel veel heb gedaan, heel veel heb geleerd. Ik best wel uit mijn comfortzone ben gegaan. Ik nieuwe inzichten heb gekregen. Ik me als mens heb ontwikkeld. En ik kijk terug op echt een heel prachtig jaar. Dus ik dacht, ik heb natuurlijk vakantie. Ik ga vandaag gewoon allemaal leuke dingen doen. Ik wil lekker gaan lunchen. En ik wil lekker naar de kapper. Ik wil mijn haar knippen. En ik denk dat ik mijn haar ga kleuren. Dus ik moet nog even een kapper gaan zoeken die dat kan gaan doen vandaag. Maar ik ga lekker op pad. Ik heb bij mijn vriend geslapen, maar ik zit nu in de auto. Het is 9:45. Ik ga naar huis toe. Dan ga ik lekker even een kopje koffie drinken en me klaarmaken. Ik ga me gewoon feestelijk aankleden. En dan ga ik mijn laatste dag als 37-jarige vieren. Ik heb er echt heel veel zin in. Nou, inmiddels ben ik thuis en ik ga lekker een bakje koffie zetten. Op de een of andere manier ben ik echt helemaal blij of zo. Terwijl ik heb namelijk ook voor het eerst dat ik denk, oh, ik word 38. Oh mijn lord, ik ga echt naar 40. En maar het doet me wel iets of zo. Voor het eerst eigenlijk in mijn leven. Maar toch ben ik ook heel erg blij. En dat is ook gewoon, mijn laatste dag 37. En dit jaar was echt wel een heel speciaal jaar voor mij of zo. En ik ben heel erg trots op mezelf, wat ik allemaal heb gedaan. En dan vooral op zelfontwikkeling. Dus grenzen stellen, voor mezelf opkomen, voor mezelf kiezen. Andermans meningen lekker daarbuiten laten. Je schuldig voelen. En het zijn thema's waar ik al jaren mee bezig ben. En waarmee ik ook jaren wel worstel. Maar ik merk dat het zich eindelijk of zo. Ja, eindelijk komt het eruit. Ik ga morgen, ben ik jarig. En dan ga ik ook allemaal leuke dingen doen. Maar dat regelt mijn vriend. Mijn vriend heeft van alles geregeld. En we gaan morgen echt een hele leuke dag tegemoet. We gaan naar Amsterdam. We gaan ergens in Amsterdam lekker eten. En we gaan dus naar een voorstelling. Les Miserables. Of Les Miserables. En gisteren heeft hij dat pas verklapt hoor. En hij wist het al een tijdje. Dus gisteren zei hij van ja, wil je het weten? Ik zeg ja, ik denk het wel. Want hij weet dat ik hou van voorpret. Ik wil niet, ik wil me wel een beetje kunnen voorbereiden. Want ja, weet je, als je heel chic bijvoorbeeld gaat eten, wil ik ook chiquer uitzien. Dus ik wil ook de gelegenheid hebben om te kunnen dressen. En dat soort dingen. Dus ik heb echt twee hele leuke dagen tegemoet. En daarom dacht ik, ik ga vandaag gewoon ook een feestdag van maken. Ik heb vakantie, ik ben vrij. Ik heb niks op de planning in principe. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker in mijn uppie een hele leuke dag tegemoet. En ik dacht, nou dan ga ik lekker naar de kapper. Want ik moest toch naar de kapper. Even wat puntjes knippen. En ik wil denk ik toch weer een beetje blond gaan. Oké, eerste dag maar even starten met een cappuccino. Hier kan ik echt zo van genieten. En ik heb dus nieuwe mokken gekocht. En deze drinken echt heel erg lekker. Het ligt lekker in je hand. Ook juist omdat het daar hoekig is, daar beneden. En ja, deze koffie is gewoon heel erg lekker. Oké, ik heb me gedoucht en me aangekleed. Ik wist echt niet wat ik aan moest trekken. Maar goed, het is gelukt. Ik ben helemaal in het zwart gekleed. Ik heb een t-shirtje aan van Scotch & Soda. Die zit altijd heel erg lekker. En dan heb ik gewoon een rokje. Ik heb laarsjes aangedaan. Omdat ik dacht, het regent zo hard dat ik ook wel gewoon door plassen moet kunnen gaan. Ik doe normaal eigenlijk geen make-up op. Zeker niet nu ik in de zomer wat bruiner ben. Of na vakantie dan nu. Ik moet zeggen dat ik het wel heel leuk vind om me dan een keer op te maken. Ja, ik heb op zich wel dikke wenkbrauwen van mezelf. Maar ik merk wel dat er wat witte plekjes of zo ontstaan daarin. Kijk, ik dik nog ietsje aan, zie je gelijk. Heel mooi. Oh, en ondertussen regent het echt keihard buiten. Normaal gesproken zou ik echt denken, weet je, ik ga lekker op de bank hangen. Laat maar. Ik zou echt heel graag willen leren hoe je dan zo'n eyelinertje daar doet. Volgens mij is dat echt super mooi, maar ik kan dat echt niet. Nou, even kijken naar het eindresultaat. Ja, dit is er echt wel heel mooi uit eigenlijk. Niet te... Ja, ik heb eigenlijk wel dikke make-up op. Maar voor de camera is dat helemaal niet zo heel dik. Ik vind het wel een beetje spannend. Omdat ik toch niet zomaar ergens mijn haar laat verven.
En waar ik bang voor ben met highlights, is omdat ik heel donker haar heb, dat het echt zo'n zebra-achtig wordt. Dus dat ik echt zo bruin-geel effect ga krijgen. En dat wil ik niet. Oké, ik ben er klaar voor. Ik heb mijn haar maar gewoon even in een clip gedaan erachter. Ik heb even mijn nieuwe oorbellen ingedaan. Ja, en dan lekker all black. Heerlijk. Nou, het is gelukt hoor. Ik zit in de auto. Maar ik ben helemaal nat geworden net. Ik ga er vandoor. Ik heb gereserveerd bij La Terna in Den Haag. Daar ga ik lekker Italiaans lunchen met mezelf. Dan ga ik een wijntje proosten of een proseccootje. En dan de kapperszaak zit daar om de hoek. Dus dan kan ik daar zo heen lopen met mijn paraplu. En dan wordt mijn haar lekker geknipt en gekleurd. Ik heb er echt heel veel zin in. Kijk hoe leuke paraplu ik heb van Den Haag. Anyways, het is heel hard aan het regenen. Of tenminste, het is nu iets minder geworden. Maar ik loop dus nu naar La Lanterna toe. En dan ga ik lekker lunchen. Ik ben echt benieuwd wat ze daar op de kaart hebben staan. Omdat ik een beetje last minute alles aan het doen ben, heb ik ook niet per se al naar het menu gekeken. Maar ik dacht gewoon, oké, dit zit in de buurt. Oh, leuke kapsalon ook. Ik dacht, dit zit in de buurt van de Wekappers bij Anna Palonaplein. Ik denk, nou, mooi, dan ga ik daar naartoe. Hallo, is er iemand? Ik ben echt de enige hier. Ik zie echt gewoon niemand. Ze zijn wel open, denk ik, maar... Zo, dit ziet er echt super tof uit hier. Mooi, man. Mooie bar. Check die bar. Nou, ik zit hoor. En ik heb lekker een proseccootje voor mezelf besteld. Ik dacht, ik ga het leven even vieren met mezelf. Dus cheers. En ik zag dus op de kaart. Ja, en ik zie dus op de kaart salt in bocca staan. En ik heb dat ooit eens bij mijn oom gegeten. Dat is dus kals. En ja, dat is super lekker. Dus ik denk dat ik die ga bestellen. En dan doe ik er iets van vegetables bij of salade of zo. Heerlijk. Oké, ik heb mijn gerecht dus gekregen. Hier heb ik lekker groenten en aardappeltjes. En dit is dus die salt in bocca. Heerlijk, eet smakelijk. Oké, ik heb echt super veel gegeten. Ik krijg dit gewoon niet op. Dus ik stop. Zo, ik heb een partij lekker gegeten. Oh, het was echt super lekker. Uiteindelijk 2 prosecco op. Ik kreeg ook nog een klein glaasje Moscato prosecco. Van die man die daar werkt. Die zei misschien wil je dat proeven. Ja, dat was super lekker. Dus ik loop een beetje tipsy nu door de Anna Palonastraat. Maar ik heb echt heel erg genoten. Dit is toch super heerlijk om jezelf zo in de watten te leggen. Echt, oh, ik ben helemaal blij. Ja, dankjewel. Ik ben echt heel erg blij ermee. Het is super tof. Oh, ik heb zo'n donker, vond je ook heel mooi staan. Ja. Maar dit heeft juist ook omdat je lekker zo bruin bent. Juist, daarom dacht ik ook, juist nu doen. Want ik ben door vakantie best wel bruin geworden. En dan staat het juist nu leuk. Nou, even in het buitenlicht. Maar kijk hoe mooi mijn haar gedaan. Ja. Ik wou zeggen, als je van die plantjes, dan kan ik ook mijn waarde open. Oh ja, ja. Ja, het is echt zo tof geworden. Oh, ik ben echt helemaal...
Ik ben zo blij. Het is echt gaaf. Oh, prachtig gedaan. Nou, ik ben van de kapper. En ik ben partij blij met het resultaat. Het is zo mooi geverfd en geknipt. Ja, ik kan niet anders zeggen. Wat heeft zij dit goed gedaan, zeg. Oh mijn god. Nou, inmiddels zit ik in de auto en ik kan er gewoon niet over uit hoe tof het is geworden. Want onderweg was er heel veel wind natuurlijk. Maar nu zit ik zo stil. Het is echt super vet. Ik ben echt door Dolle heen. Ik zei ook tegen haar, ik ben zo blij dat ik echt een beetje door Dolle heen ben. Echt een beetje hyperactief of zo. Echt de adrenaline gaat door mijn lijf of zo. Ik vind dit zo tof. Nou, ik ben weer thuis en ik ben een partij aan het genieten van mijn haar. Ik heb net echt een hele lange fotosessie erop zitten. Omdat ik gewoon, ik wilde heel veel foto's hebben. Ook omdat ik dan een goede thumbnail kan maken voor YouTube. Maar dit haar, ja, ik vind het zo leuk. Die kleuren ook in het licht. Is echt heel erg mooi. En dat is echt heel, ja, nou ja goed. Ik kan niet anders zeggen dat het prachtig is gedaan. En ja, ik ben dus bij WeCappers geweest. En WeCappers heeft 4 vestigingen. 3 in Den Haag, als ik het goed heb. En 1 in Amsterdam. Ik ben dan bij de vestiging Anna Palonaplein geweest in Den Haag. En ik zet nog wel even een linkje in de beschrijving hieronder. En ik ben geholpen door Jacqueline. Maar volgens mij heb ik het al net gezegd. Maar ik ben echt heel erg enthousiast. Dus ik doe het gewoon nog een keer. Dus echt een aanrader. Ga erheen zou ik zeggen. Als je, nou ja, knippen ook. Want mijn haar is ook heel mooi geknipt. Maar het is natuurlijk ook heel mooi gekleurd. Dus doe dat lekker zou ik zeggen. Maar goed, ik heb natuurlijk lekker uitgebreid geluncht vanmiddag bij een Italiaan. Dus ik ga nu even een beetje yoghurt pakken. Ik heb echt super lang daar in die salon gezeten. Ik denk dat ik daar, even kijken, 2:30 had ik de afspraak. Nou, bij binnenkomst even natuurlijk je jas uitdoen. Ik moest nog even naar de wc. Dus dan bespreek je natuurlijk ook een en ander over de behandeling. En ik had dus 1/2 had ik dus gedaan. En dat is dus dan eigenlijk tot hier. Maar zij adviseerde me eigenlijk heel goed. En zij zei, ja, ik zou dan toch voor je volle hoofd gaan. Want als jij het naar achter draagt. Dus als ik het lekker, en dat doe ik ook wel af en toe. Als ik lekker even dit doe. Ze zegt, dan is het hier gewoon heel donker. Gewoon zwart eigenlijk. Dus ik ben heel blij dat ik haar advies heb opgevolgd. Want kijk nou hoe tof hier. Jezus, wat gaaf. Oké. Okay. Maar het is inderdaad wel heel leuk als ik dus mijn haar zo naar achter doe. Super, super tof. Dus dat ga je dan toch even met elkaar bespreken. Dus ik denk eerst zij starten met mij. Dan moeten ze natuurlijk de verf maken. Ja, ben je ook 1/2 uur, 3 kwartier verder. En ze heeft het zo mooi netjes opgepakt. Heel dun. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel tijd. Ze heeft echt helemaal de tijd voor me genomen. En daar is het resultaat dus ook echt wel naar. Dus ik zat daar van, ik ging daar om 6:30 ging ik daar weg. Maar ik ging nog even met haar nakletsen. En ja, ik was natuurlijk door Dolle heen. Dus ik wilde nog even wat foto's maken en filmen. Dus ik ben daar toch al bijna 5 uur geweest. Ja, dus dat is wel een lange zit. En dat voel ik ook wel aan mijn benen. Oh ja, en nog iets anders leuks. Ik heb dus in januari, en daarom ben ik natuurlijk ook begonnen met vloggen, heb ik me ingeschreven bij verschillende modellenbureaus. En het leuke is dus, ik heb dus in de afgelopen week, heb ik 2 opdrachten gekregen. Eentje van Gallucci en eentje dus bij We Are Commercial Models. En die van Gallucci die kon helaas niet doorgaan, want ik was toen op vakantie. Dus ik heb hem 2 weken geleden gekregen. Voor een mbo, voor het onderwijs was dat. En dan moest ik een moeder spelen van een student. Of spelen. Dat was voor foto's geloof ik. Misschien ook videografie, dat weet ik niet zeker. En dat zou dan 1 uurtje of 2 uurtjes zijn. Nou, ik was helemaal blij, want ik dacht, hé, ik heb voor het eerst een opdracht gekregen. Echt heel erg tof. Maar helaas kon ik niet. Dus ik was op Fuerteventura, dus dat ging niet. Maar ik heb gisteren dus een bericht gekregen van We Are Commercial Models. En ik ben dus gevraagd om een video te presenteren voor een ICT-bedrijf. En info volgt nog. Ze wist nog niet heel veel ervan, maar ze vroeg in ieder geval of ik dan op 14 augustus kom. Nou, 14 augustus heb ik wel een afspraak staan. Maar dat kan ik overleggen of ik dat kan verzetten. Maar ik wil ook eerst even weten. Ik had wel gezegd, ik vind het super tof en het lijkt me heel erg leuk om dat te doen.
Maar ik wil wel meer weten. Ik wil even weten, wat voor bedrijf is het? Waar is het? Wat is de vergoeding? Krijg ik reiskosten? Want als het in Groningen is weer, ja, dat kost mij best wel wat om daarheen te rijden. Zeker met deze prijzen van nu, voor de benzine. Dus ja, ik ga er niet op leeglopen. Ik bedoel, ik vind het superleuk om te doen, maar het moet mij wel iets opleveren. En niet, ik moet er niet op inleveren, vind ik. Nou goed, anyways, superleuk nieuws allemaal. Dus ik ben echt in mijn nopjes. Ik kan me herinneren dat zij zeiden, mocht je je haar ooit blonderen? Want zij vroegen van, zij vroegen destijds, doe jij wel eens iets aan je haar? Dus ik zei, nou, al jaren niet meer. Maar ik deed wel eens iets van blonderen of weet ik veel. Dus toen zeiden ze, ja, mocht je dat ooit nog gaan doen, moet je dat wel doorgeven. Dus nu denk ik ineens, oké, ik moet wel doorgeven dat ik dus nu deze kleur ineens ben. Ik ga lekker mijn yoghurtje eten en heel even relaxen. Ik heb me toch even omgekleed. Even mijn sportkleding aangedaan, want ik zat lekker mijn yoghurtje te eten. En ik kreeg echt super veel pijn aan mijn heup. En ik heb daar sowieso wel vaker last van. Maar ik merk als ik heel lang stil zit en in één houding dat ik daar wat meer last van krijg. Dus ik ben een beetje aan het rekken en strekken. En ineens dacht ik, misschien moet ik eigenlijk even naar buiten gaan. Lekker even wandelen. Dus ik heb mijn sportieve kloffie aan. En ik ben nu ook even wat rek- en strekoefeningen aan het doen. Want dit doet best wel pijn, merk ik. Dus ik ga lekker even wandelen. Gewoon een half uurtje, drie kwartier of weet ik veel. Volgens mij is het nu iets van 7:45. Dus ik kan prima nog wel een uurtje wandelen. En dan even de benen lekker strekken. Ik heb echt heel erg pijn aan mijn linkerbeen. Het is echt niet normaal. Ik heb gewoon toch wel vastgezeten of zo. In die stoel. Ja, ik merk, ik heb met vliegen heb ik best wel last van mijn benen. Daar heb ik nu ook speciale sokken voor gekocht. Maar ik merk dat ik nu dus ook wel last heb van mijn been, joh. Van dat lange zitten. Dus ik word echt een dagje ouder. Ik kan gelijk wennen aan 38 zijn. Nou goed. Dus ik probeer het echt los te lopen. Maar ik kan gewoon niet voluit lopen. Dus ik ben ook gewoon af en toe hier op mijn been aan het drukken. Hier op me. Dat heb ik ooit eens geleerd van een fysio. Omdat daar een spier kort is, zei hij. Bij mij dan. En die drukt eigenlijk over een andere spier heen. En dat drukt weer op je bot of zo. En als je daar heel lang op drukt, een paar keer, dan wordt dat minder. En dat merk ik dus wel. Maar het komt gewoon steeds terug. Dus ik ben lekker aan het wandelen. Maar dan af en toe stop ik even. Ook even wat stretchoefeningen en zo. Ik denk dat ik een wat korter rondje doe. Omdat ik toch best wel pijn heb. Oeh, zo, ik ben inmiddels thuis en ik lig gewoon even lang uit op de bank. Ik ben echt zo moe. Ik heb natuurlijk ook 2 prosecco gedronken. Ik heb echt wel een drukke dag gehad. Ik ben van hof naar her gegaan. En toch wel een beetje pijn in die heup. Dus ik ga even lekker chillen. En dan ga ik deze vlog ook afsluiten. Ik heb echt zo'n leuke dag gehad. Op mijn laatste dag als 37-jarige. En ik vond het ook wel heel erg leuk om op deze manier een feestje te vieren. Want meestal vier je verjaardag zo van gefeliciteerd en dat het maar een mooi jaar mag worden. Maar ik dacht nu, nee, ik ga vieren dat ik juist een mooi jaar heb gehad. Dan ben ik toch wel heel erg trots en ook heel erg dankbaar dat ik, hier nu op deze manier ben. En dat alles wat ik heb meegemaakt mij gevormd heeft. En dat ik daar eigenlijk heel erg dankbaar voor ben. Ja, dus daar wil ik graag deze vlog mee afsluiten. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende.